In dit item van het geneesmiddel van de week gaan we het hebben over mijn persoonlijk favoriete geneesmiddel, sumatriptan. Sumatriptan behoort tot de groep triptanen en wordt toegepast als aanvalsmedicatie bij migraineverschijnselen. Bij 2 of meer migraineaanvallen in de maand kan er mogelijk ook een preventieve behandeling worden ingezet met bijvoorbeeld beta-blokkers zoals metoprolol en propranolol. Hierover meer in een ander geneesmiddel van de week filmpje. Symptomen die bij migraine centraal staan zijn een bonzende hoofdpijn, meestal eenzijdig met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid. Zo'n aanval duurt onbehandeld 4 tot maximaal 72 uur. Hierbij wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen migraine met en zonder aura. Sumatriptan in een tablet van 100 mg is voldoende om de hoofdpijn bij 50 tot 67% van de patiënten binnen 2 uur geheel te laten verdwijnen. Bij de overige patiënten verdwijnt de migraine gedeeltelijk of niet. Wanneer een patiënt onvoldoende baat heeft gehad van een tablet tijdens een aanval, dan blijft er nog steeds een reële kans dat ze bij de volgende aanvallen wel reageren op bijvoorbeeld een subcutane injectie. Bij 15% van de patiënten heeft geen enkele toediening van sumatriptan effect. Dit zijn meestal patiënten met migraineaanvallen rond de menstruatie. Er is bovendien nog een neusspray en een zetpil met sumatriptan beschikbaar, wat wel handig is bij misselijkheid door de migraine. Bovendien zijn er nog 6 andere triptanen op de markt beschikbaar in tabletvorm. De verschillen tussen de triptanen zijn klein, maar de werking ervan kan per persoon enorm verschillen. Switchen naar een ander triptaan kan dus nuttig zijn wanneer het eerste alternatief niet voldoende effectief was. Maar hoe werkt sumatriptan dan? Migraine wordt veroorzaakt door een verandering in de hersenen die leidt tot een prikkeling van het trigeminovasculaire systeem. Sumatriptan heeft een agonistische werking op serotonine-receptoren en is selectief voor 5-HT1-receptoren. Hierdoor vindt er vasoconstrictie plaats, remming van de afgifte van inflammatoire neuropeptiden en remming van de pijnprikkel. Wanneer de migraineverschijnselen blijvend verdwijnen na het innemen van sumatriptan, is er sprake van een sustained response. Bij 30 tot 40% van de patiënten bij wie sumatriptan in eerste instantie de migraineverschijnselen onderdrukt, komt de hoofdpijn en begeleidende verschijnselen binnen 24 tot 48 uur weer terug. Waarschijnlijk is dit een doorbraak van de oorspronkelijke aanval en niet een nieuwe aanval. In zo'n geval is er geen sustained response meer en kan er een nieuwe dosis sumatriptan genomen worden. Een nieuwe dosis sumatriptan kan de symptomen wederom doen verdwijnen binnen 2 uur. Dit mag gedurende de aanval vaker herhaald worden. Hierbij moet alleen de maximale aantal dosissen per 24 uur niet overstreden worden. Dit is 2 injecties van 6 mg of 3 tabletten van 100 mg. Acute bijwerkingen die kunnen optreden zijn een prikkelend, tintelend, warm, zwaardrukkend gevoel in de armen, borst en hoofd. Een pijnlijk of stijf gevoel in de nek, blozen, vermoeidheid of suffigheid en duizeligheid. Het is belangrijk om de patiënt hiervan van tevoren in te lichten om ongerustheid te voorkomen. Om bijwerkingen te verminderen kan er een lagere dosis sumatriptan worden gegeven, bijvoorbeeld in een tablet van 50 mg. Sumatriptan kan in enkele gevallen ook voor de pijn op de borst zorgen met uitstraling naar arm en schouder. In zeldzame gevallen gaat het gepaard met een verandering op het ECG, passend bij een myocardischemie. In deze gevallen betreft het vaak patiënten met cardiovasculaire klachten in de voorgeschiedenis. Vanwege deze zeldzame bijwerking zijn triptanen gecontra-indiceerd bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren. Een grote retrospectieve cohortstudie heeft echter aangetoond dat het gebruik van triptanen bij patiënten zonder cardiovasculair risico niet leidt tot een verhoogd risico op een beroerte, myocardinfarct, cardiovasculair overlijden of mortaliteit. Wanneer patiënten vaker triptanen gebruiken om hun migraine te onderdrukken, kan dit de hoofdpijn juist verergeren.
Dit heet medicatie-overgebruikshoofdpijn. Dit geldt overigens niet alleen voor triptanen, maar ook voor andere analgetica. Overgebruik van triptanen wordt gedefinieerd als het gebruik van meer dan 10 dagen in de maand gedurende 3 of meer maanden achter elkaar. Dit fenomeen is te behandelen door te stoppen met de medicatie, bij voorkeur abrupt. Hierdoor zal er wel onttrekkingshoofdpijn plaatsvinden die gemiddeld 4 dagen duurt. Dit kan dus erg vervelend zijn voor de patiënt. Samenvattend is sumatriptan een geneesmiddel dat gebruikt wordt als aanvalsmedicatie bij migraineaanvallen. Het werkt via de 5-HT1-receptoren en zorgt daar dan voor vasoconstrictie, afgifte van inflammatoire neuropeptiden en onderdrukking van de pijnprikkel. Wanneer de sustained respons wordt doorgebroken en de migraine terugkeert, kan er een tweede dosis sumatriptan ingenomen worden. De patiënt zou van tevoren gewaarschuwd moeten worden voor de bijwerkingen om ongerustheid te voorkomen. Bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren zijn triptanen gecontraindiceerd. En bij te veel gebruik van sumatriptan kan medicatie-overgebruikshoofdpijn ontstaan. Hopelijk heeft deze hoeveelheid aan informatie jullie geen hoofdpijn bezorgd en kijken jullie de volgende keer weer naar een nieuw item van het geneesmiddel van de week.